Gegroet mensen, Nick Bazaman. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe Feed the Beast. Ik heb er echt hartstikke veel zin in. Ik hoop dat jullie natuurlijk zin in hebben. Ik weet niet waar mijn chest heen is. En ik had hem ergens ingestopt. En als het goed is dat hier ergens. Kijk, there we go. Daar is mijn chest. Ik schrok al een beetje eigenlijk toen ik die twee keek. En ik dacht van shit, hij is niet. Maar we hebben hem gewoon weer. Don't worry. We zouden natuurlijk solar panels gaan maken. En wat een iron furnace. Dat weet ik. Ik ben even weer een beetje mindfucked, jongens. Ik weet niet echt meer precies waar we waren met de solar panels. Maar dat gaan we gewoon doen. Ik heb eigenlijk echt heel veel zin in VitaBiz. Ik heb hele leuke ideeën. Ik kan het wel eigenlijk even stiekem even snel wat laten zien. Wat ik precies een beetje wil doen. Mijn plan is, ik wil hier eigenlijk een heel groot plein maken in het midden. Aardig groot wil ik eigenlijk dit plein maken. Ongeveer zo, als jullie dat zien. En daaromheen wil ik huisjes maken. Want we komen niet in huisjes. Ik wil daar een tree farm. Ik wil daar een automatisch... of ik ga daar quarries onder maken. Die altijd automatisch dan mooi sorteren. Sorteerkamer wil ik maken. En eigenlijk alles een beetje een eigen kamertje geven. En dat ik hier in het midden een mooi plein kan maken. Waar ik dan een fontein heel mooi in het midden ga maken. En waarom doe ik dit? Waarom ga ik gewoon niet verder eigenlijk met Feed the Beast? Omdat bouwen een van de grootste dingen is in Minecraft zelf en in Feed the Beast. En ik denk als we zo'n hele mooie plein hier omheen maken, dat het er ook gewoon veel fijner uitziet. En dan kan ik een mooie hek eromheen maken, kan ik een grote toren maken, een uitkijktoren, weet ik veel wat. Ik hoor een eng geluid. Maar dat kan ik dan allemaal mooi fixen. En dat is ook precies wat ik ga doen. Maar als allereerst, you know it. Ik heb generators nodig, want we hebben die iron furnace. Ik weet al wat we aan het doen waren. We moesten rubber smelten. Tenminste, hebben we dat al gedaan? Nee, we moesten sowieso rubber smelten. Dan moesten we een paar kabeltjes maken. Want we moesten... Voor generator heb ik al. Refined iron. Heb ik daar al genoeg van? Ik heb... Oh, hier staan al mijn refined iron staan al klaar. Redstone had ik nodig en tin had ik... Moest ik tin niet smelten? Of zit dat tin hierin? Ja, ik had hier tin. Dus, we moeten eerst 1, 2, 3, 4, 5 gaan we maken. En daar heb ik ook precies voor gemaakt. Dan gaan we hier even een 5 van die mooie conduits maken. Of batteries, sorry. Voor de mensen die weten, of die niet weten waar wij nu zijn. Wij zijn momenteel... Ik ben natuurlijk thuis, nu. Maar wij zijn momenteel, op dit moment, nu waar jij naar deze video kijkt, zijn wij op Gamescom. Dus voor de mensen die afvragen waarom wij niet echt meer actief zijn in de chat en zo. En op Twitter waarschijnlijk wel, maar in de chat vooral op YouTube. Is omdat we op Gamescom zijn. Dus ik kan niet jullie vragen helaas beantwoorden. Ook al zou ik dat met liefde willen doen, dan wordt het nogal lastig. Er komen hele toffe video's aan, ik zou zeggen. Check even alle kanalen van ons. Dus er zijn er maar twee eigenlijk. Vlogkanaal, Project Randomia. Als je gewoon naar ons hoofdkanaal gaat, staat er een linkje rechts. Kijk daarnaar, gaan we vlogs uploaden. Best wel veel ook. Dus dat is ook hartstikke tof om daar even naartoe te kijken. Als jullie nog niet geabonneerd zijn, abonneer zo snel mogelijk. Want daar gaan we hartstikke leuke dingen doen. Op ons main kanaal komen leuke reviews en leuke weetjes. En weet ik veel wat, nou weetjes niet, maar gewoon leuke dingetjes. Dus zou ik zeggen, hou die ook in de gaten sowieso. En giveaways. Er komen heel veel giveaways, hopen we. We proberen zoveel mogelijk giveaways te doen. Ik weet dat heel veel andere kanalen ook giveaways doen. Maar waarom gaan wij nog ook geen giveaways doen, toch? Er is geen reden om dat niet te doen. Dus wij gaan ook gewoon sowieso lekker veel giveaways doen, jongens. Dus prijzen winnen, beta keys, weet ik veel wat. Ik weet dat dus nu natuurlijk niet allemaal wat we gaan doen. Maar we gaan in ieder geval heel veel doen. Wat missen wij? Wij missen helemaal niks, toch? Nee, kijk, ik kan er 2 maken. En ik wil er veel meer. Ik moet veel meer kabeltjes hebben. Dat betekent meer rubber. Dat betekent, moet ik rubber halen van de rubber trees. Oh, goddammit. Dat is ook nooit genoeg, hè? Nooit. Ik heb eigenlijk een extractor nodig. Extractor zorgt dat je van 1 rubber iets van 3 krijgt of zo. Is super chill. Ik weet dat het zo sneller gaat met een rubber tree. Of een extractor. Alleen dat is ook weer zoveel moeite om te maken. En ik heb dat momenteel niet zoveel tijd. Want ik heb heel veel dingetjes wat ik wil doen. En, oh jongens, help me toch. Nee hoor. Dat komt gewoon allemaal wel goed. Ik heb hier nog 7. Ik weet niet of ik... Oh, is er nog heel veel iron in trouwens. Ik heb hier nog koper. De rest niet zo super veel meer. God damn it.
Dat betekent dat ik even rubber ga halen. Ik ga gewoon even snel even heen en weer. Oh, en mensen zeiden van Sam, je moet glass fiber cables gebruiken omdat het meer stroom doorgeeft. Ik heb momenteel niet zo super veel geld. Ik noem het gewoon geld. Nu resources eigenlijk. Voor dat. Dus ik kan het niet echt zo 1, 2, 3 kan ik het fixen. Om glass fiber cables te maken. Want ik wil daar niet al mijn resources aan verspillen, snap je? Dus dat komt ook allemaal later. Jongens, deze serie wordt bijna dagelijks. Als ik terug ben van Gamescom, wordt deze serie bijna dagelijks. Dus dan gaat het. Het gaat nu een beetje zo. Als je kijkt naar grafieken, gaat het een beetje zo qua progressie. Naar Gamescom. Stijgt het, jongens. Beloof ik. Het wordt echt hartstikke gaaf. Nee, dan gaat het echt heel hard. Omdat ik gewoon ook heel veel FeeTheBeast doe. Omdat ik een hele leuke toekomst ga krijgen met FeeTheBeast. Klinkt heel erg raar. Hé, de FeeTheBeast. Ik krijg een hele leuke toekomst met jou. Leuke toekomst, ja. Ja, oeh, leuke dingetjes gaan we doen, jongen. Met FeeTheBeast samen. Oeh, echt leuke dingetjes doen met FeeTheBeast samen, jongen. Ik wil niet weten wat we allemaal gaan samen doen. Echt een hotelletje geboekt. Met FeeTheBeast. Nou, jongens, dat wordt hartstikke tof. Nee, natuurlijk niet. Maar in ieder geval, ik heb wel leuke plannen met FeeTheBeast qua wat ik allemaal wil maken. En het wordt waarschijnlijk. Ik durf misschien wel te zeggen dat het een 100 lange serie wordt. Durf ik dat te zeggen? Ja, ik durf het wel te zeggen. Ik heb het al gezegd. Maar ik probeer het zo lang mogelijk te doen. En nu ik zoveel ideeën heb. En die ideeën wil ik allemaal uitwerken. En het wordt gewoon zo super vet. Ik ga het livestreamen. Ik ga natuurlijk ook heel veel livestreamen, jongens. Dus als je nog niet gevolgd bent, volg ons direct. En dit eigenlijk zou ik hier wat moeten maken. Kijk, dit is gewoon prachtig. Kijk, dit loopt helemaal gewoon naar binnen. Ik zou hier eigenlijk iets moeten maken. Hey, dat laat ik lekker aan jullie over. Ik weet dat ik nu de reacties op Gamescom niet kan kijken, maar ik check het gewoon lekker als ik terug ben. Wat zo? No. Plans have changed. Je weet waar die Batcave zat, hè? Dat ga ik leegpompen. Snap je? Dat ga ik leegpompen, oké? Maar wat nou als wij dit ook gaan leegpompen? Oké, dat gaat heel veel tijd in zitten. Echt heel veel. Oeh, ik zie daar trouwens echte rubber trees. Super chill. Maar wat nou als we dit ook helemaal gaan leegpompen? Echt alles. En hier wil ik ook gewoon een klein basisje gaan maken. Gewoon een klein fortressje. Misschien een medieval forest zelfs. Dat we hier gewoon een houten muur gaan omzetten en één grote toren of zo. En dat het dan hier naartoe leidt en dan hier een klein caveje. Oh, dat gaan we doen, jongens. Dat is super vet. Dat wordt super gaaf. Dat gaan we doen. Oké, deal? Nee, ik heb het nu. Oh, jeez, dat deed pijn. Ik heb het nu gezegd en dan gaan we het ook doen. Ik hoop dat het gaat lukken in ieder geval. Dan moet ik echt 20 miljard pompjes hebben. Maar dat ga ik lekker doen tijdens een livestream. Dat wordt mijn livestream missie. Daar krijg ik ook natuurlijk super ontiegelijk veel energie van. Om dat allemaal leeg te pompen. Dan krijg ik levert water op. Water is energie. Wow. Dit ziet er ook super gaaf uit. Dit is echt een super gave seat. Voor de mensen die mijn seat willen. Oh, ik kan niet typen. Seat. There you go. Mijn seat. Dus kunnen we even pauze zetten. Kunnen we het even kopiëren. Dat kan makkelijk doen. Sowieso na Gamescom, jongens. Jullie kijken deze video nu voor de 10e keer. En wij zijn nu bij Gamescom. Na Gamescom, jongens. Je gelooft het niet. Maar dan komt Survival Island komt er ook weer aan. Ja, Survival Island. Sam, ga gewoon lekker survivalen eigenlijk. In een fucking mooie wereld. Oh, wat is dat? Vliegend blokje? Oh. Een anticlimax, zeg. En denk ik echt van, wat krijgen we nu weer? Is dit nou weer? Wat? Dit is een huge tree trouwens. Wow. Dit is echt een huge tree. Kijk dan. En hier is trouwens ook een village. En die village heb ik denk ik nog niet gezien. Dat wil ik denk ik wel zeker weten. Want ik denk dat ik hier nog niet ben geweest. Nee, kijk. Alamanthium hebben we. We hebben glass, dirt, fire charge. Damn it, allemaal niet nodig. Blacksmith. Kijk, dat is altijd leuk om een blacksmith te vinden. Want ik weet hier altijd dat een chest zit. Bronze chestplate. Ja, wat tin. Mensen zeiden trouwens wel dat ik dat staal mee moest nemen. In een vorige chest. Maar staal. Ja, ik weet dat het wel goed is. Maar ik ben er niet echt fan van. Ik hou het gewoon lekker hiervan. Met mijn awesome power suit. Is lekker sterk. Goed. En dan ben ik trouwens ook wel benieuwd. Welke personen op YouTube doen eigenlijk allemaal een FeeTheBeast serie. Ik denk niet echt veel, als ik eerlijk mag zijn.
Misschien ben ik zelf wel de enige. Ja, samen met Gamer King NL natuurlijk. Maar die gozer zijn echt pro. Zijn serieus gewoon pro. Zijn ook hele leuke gozers. Als je het nog niet kent, jongens, check even Gamer King NL. Zeg even dat je van Project Minecraft ja kom. Zijn leuke gozers. Echt hartstikke. Zijn ook best wel heel slim. Wat is daar beneden? Zijn pumpkins? Awesome, pumpkins. Kijk, dit ziet er... Oh, dit is ziet, jongen. Kijk dan, dit ziet er ook gewoon echt super gaaf uit. Met één grote Rocky hier zo. Rocky Mountain. Ik neem ondertussen ook even mijn kool mee, omdat ik natuurlijk energie nodig heb. Ik weet dat ik heel erg zeur om energie en dat ik het eigenlijk niet tactisch aanpak met mijn kool. Dat ik natuurlijk ook een fire generator of een lava generator kan maken en dergelijke. Ja, ik weet dat dat kan, alleen net als wat ik zei, ik heb daar niet echt de tijd voor. Ik wil eigenlijk eerst mijn kleine projectjes afmaken. Ik wil eerst die solar panels up and running hebben, zodat ik die hier ook gewoon echt... Helemaal even lekker smooth doen dat mijn quarry automatisch ren. Daarna ga ik waarschijnlijk... wat zal ik hierna doen dan? Na solar panels. Ik denk dat ik dan een beetje aan Thorncraft misschien zelf verder ga. En dan ga ik tijdens een livestream ga ik dit lekker mooi uitgraven. Mijn quarry kan ik natuurlijk ook groter maken. Tweede quarry misschien er ook bij doen. Want tweede quarry, ja, ik wil niet veel zeggen. Maar twee quarries is beter dan één. Dit gaat een gangetje. 13 koppen dus, lekker bro. Kijk, een koppen dus, yeah. Even kijken, weet je wat ik ga doen? Dat is misschien heel erg heel gestout van me. Ik neem mijn buckets of lava mee. Ik ga naar beneden. Ik ga beneden gewoon lekker koken. Want dat gaat denk ik net even een tikkie sneller. Want dan gaat het allemaal tegelijk. Ik hoef niet te wachten tot de koppen klaar is. Nee, dat ik gewoon echt direct alles tegelijk kan doen. Even kijken, zit hier nog lava? 1. Oh, wacht. Ik moet even oppassen voordat ik een lava bucket weggooi. 2, 3. Ja, ik heb er 3. Mooi zo. Dan stop ik die hierin en niet in mijn iron. Want die van iron die crashte. Die zei echt even later van, no. Ik ga maar een paar buckets vullen. En dat vond ik niet zo leuk. Vond ik jammer dat hij dat deed. Maar ja, even kijken. Er zitten hier wel lekker veel dingetjes in. Ik heb hier nog rubber wood. Dat rubber wood kan ik heel mooi in mijn generators gooien. Daar krijg ik natuurlijk wel energie door. Energie zorgt natuurlijk dat mijn koper lekker verder gaat. En met koper kan ik mooie kabeltjes maken. En die kabeltjes heb ik nodig voor mijn solar paneltjes. Dit is denk ik allemaal vol, hè? Oh, deze niet. Kijk, hier kunnen we mooi even zetten. Hoppakee, betekent natuurlijk dat we 60 kool hebben, jongens. Maar, denk je van, wat ga je met, 60 kool, met die 60 kool doen, jongens? Sam, wat ga je daarmee doen? Ik ga de 15 ga ik in mijn quarry gooien. Dan kan mijn quarry ook lekker in de avond even verder. Verzameld allemaal ook natuurlijk hier in die bedbox. Dus dan kan het in de avond sowieso verder. Kijk, dan gooi ik het gewoon even allemaal direct erin. Ik weet dat het niet veel is. Maar het is wat. Kijk, en dan raakt mijn bedbox heel snel vol. Zie je? Mijn quarry neemt niet al het power. Nee, neemt wat mee. Maar dit raakt gewoon even rustig vol. Kan mijn quarry kan dan rustig verder gaan. Want ik denk dat die ook al best wel diep is. Skill ik mag zijn. Hij zit eigenlijk al aardig diep, ja. Nou, hopen dat we hier wat diamonds krijgen. Oh shit, ik dacht dat hij dit meenam. Zo jammer dat hij dit niet meeneemt. Maar op zich ziet dat natuurlijk ook wel weer gaaf uit. Want dit, wil ik eigenlijk eerst dit gaan leegpompen. Ik ga dit waarschijnlijk zo even afbarricaderen. Gaan we hier even we kunnen nu wel een vette dam maken misschien. En dan gaan we hier eigenlijk een hele quarry centrum maken. Dat het hier eigenlijk heel laag wordt. Wil ik uiteindelijk allemaal bedekken met glas. Omdat je daar zo vet eroverheen kan lopen. En misschien een paar bruggetjes op de onderkant. Dat ik eigenlijk een soort goblin city heb. Dat ziet er denk ik wel super vet uit. Even kijken hoe ver mijn koper is. Is denk ik al aardig ver. 19, 20 koper. Hoppakee. Kunnen we mooi even in kabels maken. Zo, heel makkelijk. 6, hoppakee. 54. Dan gaan we meteen even... We hebben geen rubber meer, hè? Laten we natuurlijk beneden staan. Gaan we even kijken hoe ver de rubber is. Rubber is denk ik ook al best wel klaar. Nou, best wel. Ja, kijk hier. 8, 8 en 12. Zo, 28. Hoppakee, doen we even klik. Zo, 33 kabels. Ik weet niet... Nee, dat is eigenlijk echt niet, nog niet genoeg, hè? Meer rubber nodig. Want ik wil 5 solar panels maken. En heb ik heel veel kabeltjes nodig. Oh, hij crasht een beetje, denk ik. Nee, niet circuit. Relectronic circuit. Oh, we kunnen er 5 maken. We hebben nu weer 7. Wat hebben we allemaal nodig voor een solar? Ik ga gewoon een paar solar panels nu maken, jongens. Cold dust. Waar had ik mijn cold dust gedaan? Had ik die hierin verstopt? Nee. Ik ga me wel vertellen... Ik ga hem niet vertellen dat ik geen cold dust meer heb, hè?
Oh, wat is gebeurd? Ik heb op een knopje geklikt en nu zie ik niks meer. En ik weet niet welke knop dat is. Ik ga even op alle knoppen klikken. En ik denk dat die crasht. Oh, kijk, het is O. Mooi zo. Ik wou hier invullen, wou Cole. Dan kan ik even naar Cole dus zoeken. Nee, daar ga je niet mee. Ik had het toch nog? Ja, hier, kijk. En glass had ik ook nog. Ik heb denk ik wel wat, nog wat meer glass nodig. Dat weet ik wel zeker. Want dit is niet genoeg. Gaan we dat glass... Oh, shit. Nu heb ik allemaal verkeerde knopjes geklikt. Nu komen allemaal laserbeams uit de grond. Dat willen we ook niet. Dat is F7 als het goed is, hè? Ja, kijk. Dat is... Nee, F9. Ja, kijk. Dat is ook weer weg. Oh, wauw. Ik heb op F8 geklikt. Ik klik allemaal op verkeerde knopjes, jongens. Biggest Minecraft noob ever. Oh, wacht. Er komen nog twee koppertjes aan. Moeten we op wachten. Dat is natuurlijk niet chill als ze die mee gaan nemen. Stoppen we coal lekker hierin. Zo. Lekker voor coal. Kijk, hier gebeurt dit. En dat wil je natuurlijk ook niet. Dat dit allemaal hier naartoe spuwt. Zand hebben we nodig. Dit gaan we hierin doen. Dat gaat lekker het gangetje. Dan kunnen we nu even een paar solar panels maken.